Een artikel van jou las ik over verticale taxa. Wat wordt daar precies mee bedoeld? Ook dat is voor veel mensen nog onbekende begrippen. Als we praten over het microbioom, over verticale taxa, horizontale taxa en een derde taxa. Taxa betekent eigenlijk stammen. En een verticale taxa, dat zijn de bacteriesoorten die van ouder op kind doorgegeven worden. Ongelooflijk belangrijke groep bacteriën, dat zijn niet de bekende lactobacillen en de bekende bifidusbacteriën, want dat zijn horizontale bacteriën. Nee, het zijn bacteriën die vooral verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van ons eigen botweefsel. Ze zijn noodzakelijk voor de ontwikkeling van onze bloed-hersenbarrière. En er zijn hele goede onderzoeken die laten zien dat als een zoogdiertje ontstaat in een steriele baarmoeder, dat dan bijvoorbeeld het femur niet gevormd is of minder goed gevormd is en dat de bloed-hersenbarrière helemaal doorlaatbaar is. En waardoor die verticale bacteriën en verticale microbioom dus een belangrijke rol speelt, zelfs in de anatomische ontwikkeling van alle zoogdieren, waaronder dus ook Homo sapiens behoort.